Ik sta hier naast Afke de Goede, voorzitter van de Snake Week. Afke, hoe is deze week eigenlijk voor jou verlopen? Nou, het was echt een geweldige week. Het was mijn eerste week als voorzitter van de Snake Week. En je ziet het, wind, zon, zeilen. Geweldige week is het geweest, absoluut. Pluspunten en minpunten, wat is tegenvallen? Wat is vooral echt meegevallen? Nou, het was natuurlijk jammer dat we op zaterdag niet konden varen, hè, dat er helemaal geen wind was. Daarna hebben we dat natuurlijk ruimschoots goed gemaakt. Ik denk dat het absolute hoogtepunt was de maandag, dat we twee wedstrijden hebben gevaren, 72 starts. Compliment aan allen die hier aanwezig waren. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat hebben wij hier op de toren, op het water, op de Roerkoning gestaan. En het is echt tot een top einde gekomen. Ik wil namens de KWS en het mediateam de toeschouwers bedanken, de vrijwilligers en de zeilers. Zonder jullie inzet en gezelligheid was deze week nooit tot zo'n mooie week gekomen. Bedankt en tot volgend jaar.